Kijk dan die Manuela, hoe mooi ze is. Qué guapa. Nou, iedereen. En we staan allemaal op de bus te wachten. Echt superleuk. Hallo beste kijkers. Hallo beste kijkers, ook in België. En België. In Nederland en België, misschien wel verder weg. Welkom bij deze vlog 230. Ja, je hebt het gezien dat Leo Manuela bij de hand neemt, want... Ja, dat is een oude dame, heel kras nog, ziet er goed uit. Maar ze heeft wat moeite met lopen, dus vandaar. Nou ja, maar dat wilde ik eigenlijk niet aan Leo vragen. Ik wilde weten wat we gingen doen. Oh, ja, wat we gaan doen in deze vlog. Nou, we stonden op de bus te wachten, want we hebben een uitnodiging gehad. En die uitnodiging, dat is vanwege het patroonsfeest van onze gemeente waar we bij horen. En die geven voor alle 65-plussers een comida. Dat is een gezamenlijk diner. Maar dat wordt dus niet 's avonds gedaan, maar overdag. Daar gaan we met de bus mee. En aangezien ik nog geen 65 ben, maar Leo 65 plus is, mocht ik mee. En wij nemen jullie mee. En verder, nou ja, zie het maar. Ja. Veel plezier bij het kijken van deze nieuwe vlog. De bus. Daar is de bus. Kom op, joh. Nou, zo, hij rijdt ze wat naar binnen, joh. Nee, maar de snelheid pakte hem niet. Oh, oké. Okay. Nog een keer draaien. Nog een keer steken. Hou maar. Nou, allemaal in de bus. Zo rij je nog eens een keertje ergens waar je nog niet geweest bent. Achter Cuevas langs. Ook leuk om dit eventjes zo te zien. Ja, en daar is het stadion. Nutje. Ja, zo kom je er ook. Ja, zo kom je er ook. Door die straatjes van daar op. Ja. Kan je met het lange ding niet doen. Daar reden we net op de brug. Nou, als je natuurlijk een hele erge overstroming is geweest hier 50 jaar geleden, was deze rivier was helemaal vol water. Daarom moeten ze het zo laten voor als er weer iets gebeurt. Oh, 3,5 meter, daar kunnen we nu onderdoor. Huh? Even uitstappen uit de bus. Hallo! Gaan we even kijken naar de
kleding van de mannen. De mannen dragen ruitjes, 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 ruitjes. Of streepjes. Oh, streepje. Ja, 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 ja. Maar daar zit ook een ruitje, ruitje. Bijna een streepje. En er zijn heel veel ruitjes en ja, de streepjes. Ruitjes hebben de overhand. Ruitjes, streepjes. En wat draagt Leo? Leo draagt... Dobbelsteentjes. Dobbelsteentjes. Maar als wij denken dan van, nou jongens, dit was het. Nee, nee, nee. Want we krijgen ook nog rijst, hebben we net gehoord. Dus we gaan nog niet aan het dessert of aan het fruit. Nee, nee, er is nog veel meer. En hier gaan ze allerlei mensen bedanken op het podium. Ja, daar verstaan we helemaal niks van. Een applaus voor Maria La Torre. En we krijgen ook nog de paella. Uiteraard. Uiteraard. Nou, dat is de burgemeester. Gaan met iedereen praatje maken. En dan hebben we nog een lotenverkoper. Dan kunnen mensen nog even een loodje kopen. Dat kan elke dag trouwens. Beste kijkers, we zitten nu in de bus. We gaan weer terug naar Los Lobos. We hebben net het feestje van alle senioren. Hoe zeg ik dat? Hè? Senioren. De senioren uit de gemeente Cuevas de Almanzora. Allemaal bij elkaar gekomen. De burgemeester was erbij. Voor iedereen een hartelijk woord had hij. En er was veel live muziek. En het was vooral goed eten en drinken. En ik aan alle gezichten te zien is iedereen zeer content en tevreden ermee. Ja, en morgen gaan we op die. Het was een mooie middag. Ja, en we zitten nou weer in een andere bus. Ja. Kijk, deze bus is schoner en een beetje luxer. Gewoon lekker naar huis. En een beetje nieuwer. Een beetje nieuwer. Thank you.
vlakbij huis. Nou, er is er een jarig hoera, hoera. En we zitten in Parroquia, de bar. En dan is het dus de bedoeling dat van... dus ze hebben allerlei eten meegenomen en gemaakt. Dat ga je dan hier met z'n allen opeten en opdrinken. Dus het is van de gymclub. Hartstikke leuk dit. Kijk wat ze allemaal op tafel hebben staan. Gaan we weer eten. Dus ik ga eventjes een paar foto's maken. En dan maken we er even een gezellig uurtje van, denk ik, zo'n beetje. In de auto bij Nigel en Denise en Leo is er ook, ja, en Lucky zit achter in de auto. Het beeld wiebelt een beetje. We gaan vandaag een dagje naar Cabo de Cato. We gaan een paar leuke plaatsjes opzoeken, hopen we. En we beginnen denk ik in Las Negras. Maar we nemen jullie mee en we hopen hele mooie dingen te zien. En jullie ook deze te laten zien. Dus tot later. We beginnen vandaag in Niger. In het plaatsje, in het dorpje zelf. Want er is ook een Niger aan de zee. En we nemen jullie mee, want het is een leuk plaatsje. En de winkeltjes zijn open vandaag. We'll be right back.
draadje, peertje, snoertje. Gewoon draadje, hop, spijkertie. Dat is wel handig, hè? Hey. Oertimpel, hoe simpel kan het zijn? Ja. Hebben ze zoveel lampen hangen, maar die zijn allemaal voor de verkoop. Dus je ziet, je ze helemaal niet nodig hebt. Word je mooi peligroso. Mooi peligroso. Si, 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 momento. Kan je heel de las eras? Eras. Maybe that was it. Maybe. Yeah. Okay. Hier zo. Leuk ook hoor weer. So, is wel een leuk straatje dit. Ja. Through here onto our other street, the parallel, but it's not. Yeah. Now you bought a new one. Even drinken. Oh, lekker koud. Lekker super hoor. Uit de bron. Cabo de Cato is een gebied van vulkanische oorsprong in de provincie Almeria in het zuidoosten van de Spaanse regio Andalusië met een oppervlakte van 45.663 hectare. Het is tevens een beschermd nationaal park en het grootste beschermde kustgebied van Andalusië. Het ruige berg- en rotsachtige landschap van dit gebied ligt geïsoleerd en is in geologisch opzicht een van Europa's meest bijzondere. De bergketen Sierra de Gata is de grootste vulkanische rotsformatie van Spanje met scherpe pieken en okerkleurige steile rotsen. De schelpenzandformaties. Aan de kust stijgen de rotsen steil uit op zee. Ze creëren soms al 100 meter hoge, hoekige en gekartelde kliffen, welke zijn gespitst door ravijnen en geulen die leiden naar afgelegen inhammen met witte zandstranden. Voor de kust liggen tevens vele kleine, rotsachtige eilandjes en onder water groots opgezette koraalriffen. En een rijk onderwaterleven. Het klimaat. De Cabo en Sierra de Gata kennen hoge temperaturen. Een jaarlijks gemiddelde van 18 graden en de laagste regenval van het Iberisch Schiereiland. Namelijk 200 mm gemiddeld per jaar. Dit resulteert in een groot semi-woestijnachtig gebied met bijbehorende karakteristieke vegetatie, waardoor gedrongen waaiervormige palmen. De Salinas de Cabo de Cata is een van de belangrijkste moerasgebieden van Spanje voor broedende en overwinterende vogels. Het is een zoutwaterlagune die parallel loopt aan het strand en daarvan is gescheiden door een 400 meter brede zandbank, gelegen tussen de plaats San Miguel en het Cabo de Cato voorgebergte, is deze lagune van buitengewoon ecologisch belang, vooral voor vogels. De salinas, de zoutpannen, zijn de enige nog in bedrijf zijnde in Oost-Andalusië. Cabo de Cato is Spaans voor poezenkaap. De naam komt echter oorspronkelijk van Cabo de Agata, de kaap van agaat, een steensoort die je veelvuldig tegenkomt op de stranden rondom het natuurgebied. We zijn nu in Las Negras. Yeah, I did.
het hier ook alweer? Las Negras. Ah ja, hallo beste kijkers, we zijn hier in Las Negras, leuk dorpje. En achter mij zie je daar een monumentje, een soort van monumentje, dat in 1501 is hier vanaf de zee, zijn piraten hier binnengevallen. Hebben wat mensen natuurlijk een kopje kleiner gemaakt, maar deze piraten die hebben wel Las Negras, dus dit stadje, gesticht. En de eerste nederzettingen waren in 1578, die dus echt hier zijn gaan bouwen. Dus zo is het ontstaan. Dus ja. Ontstaan uit piraten. Interessant, hè? Ja, the invasion of pirates in 1501. Oh, ja, oké. Ja, piratenroute. Smell like sardine. Nou, het is vandaag de 31ste oktober en vanavond is bingo Halloween en Sas heeft gevraagd of ik haar wil sminken, dus ik ga mijn best doen. Dus ik ga mijn koffer uitpakken en ze wil ook een spin in haar haar, dus ze heeft al een beginnetje gemaakt. Ze wilde haar licht hebben, nou dat moet ook lukken. Ja, gezicht sminken. Dus ik heb van alles en nog wat in mijn box. En dat ga ik, een groot deel, ga ik dat ook gebruiken. Dus jullie zullen straks wel het verloop een beetje gaan volgen. Nou, kijk eens even, Sas. Ja, ze is heel knap. Oh nee. Nou, Sas is klaar. Heel eng. En met een spinnetje in je haar. Ook heel leuk. En een spinnetje in je hals. Ja, super. Ben je tevreden? Ja, ik vind het leuk. Ja? Oké. Okay. Ik zal vanavond nog een fotootje maken. Ja, dat is goed. Ja, ik heb mezelf ook afgesminkt. Dus een beetje neutraal houden. He? En straks zien jullie Leo ook. En Evert-Jan zien jullie natuurlijk ook. Dus ik ga nog eventjes eten maken. Kijk, daar hebben we Evert-Jan, beste kijkers. En Evert-Jan is een... satanische lucifer. Ja. Een bisschop die van het rechterspoor is afgedwaald. Ja, en, dat... en hoe? Oh, en God. Hoe? Er is geen hoop voor deze... Ja, dat zou moeten ook. Ja. Kijk eens jongens. Okay. We hebben een gigantisch kruis om zijn nek. Amen. The rules of bingo are Las Vegas. Muy simple. One row full in Spanish línea completa. You scream. Hay que gritar en una línea completa. Gritar, línea, línea. Income of 60 cents. Ingresos 60 cents. Una línea completa 60. Nee. Nee, want als ze gedeeld, dus zeg, je hoeft geen geldprijzen te noemen. Oh. Ja, beter. Bingo, zeg maar. De full card. You scream bingo. Zeg dan.
Hay vino. Dos líneas. Dos líneas. Sí, dos. Y después. Ah. Nou hoop ik echt dat alle kaartjes, alle balletjes er... Ja, dat er nog ergens een balletje op de grond. Ja, we zijn allebei nog een beetje moe, hè, van al deze drukke dagen. Oh, de camera loopt al. De camera loopt al, ja. Ja, beste kijkers. Ja, we doen niks aan voorbereiden, hè, en inspreken in, nee. En dit was weer het einde van deze vlog. En je ziet wel, we vermaken ons best. En het weer is hier nog prachtig. Het zonnetje schijnt vandaag heerlijk. Hartelijk bedankt voor het kijken naar deze vlog weer. En ja... Een duimpje als je het gewaardeerd hebt. En je kan altijd abonneren. Kost allemaal niks. En bedankt voor het kijken. En waarschijnlijk tot de volgende vlog. Dan gaan wij eventjes een tukkie doen. Ja, siesta. Ja, doeg!